Hallo mensen van Annie, vandaag gaan we een nieuwe serie starten, Mafia 1, The City of the Lost Heaven. Nice. Ik heb een countdown gemaakt, Hadidoor, en ik klik gewoon op en we gaan gewoon dus een nieuw game doen. Maar eerst, we horen het ook al in de intro ofzo. Dus, is het dus een nieuwe serie. Ik heb hem al eerder gedaan deze game, op de PlayStation 2 en nu ga ik het dus op computer doen, dus ik snap alle controls nog niet echt. Wel een beetje, dus Gathering of the Reverb Patterns. Kijk gewoon in naar deze intro en kijk hoe mooi is game in die tijd waar ik was. Het ziet er eigenlijk mooi uit en het is een goed verhaal, dat kan ik je wel vertellen. Nou ja, Romance 15.1. Horen ze al. Mooie intro. Dus geniet even van deze mooie beelden en dan, ja. Rots, kijk eens een rots. Ik weet hoe oud deze game, maar hij is echt heel oud, maar voor die tijd. Juist. Prachtig om naar te kijken. Jack Connor, John Darby, boom, Mafia, City of the Lost Heaven, yeah. Ho, wat fun veel mensen. Vliegende vogeltjes, prachtig. Een auto. En nog een auto. En een mooie tram erboven, prachtig. Of een metro moet je maar noemen. Dit is een tram. Ja, dat is een tram. We gaan in elke hoek kijken wel even. En hier is ook dus, ja. Ik heb de game zelf wel eens uitgespeeld, dus ik weet het nog wel een beetje, maar dat was lang geleden. En we gaan rijden, oh. Ja, we gaan, ja, oei, ja. Hop, 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 oh, ja. Hop, hop, joh, je rijdt de verkeerde weg, joh. Ja, ja, goed zo, hier moet langs. En luister gewoon. Nee! Wat verdorie. Oh, mooie boot. Goh, prachtig. En die boot speelt er trouwens ook even een klein stukje van de serie af, dus. Mooie brug waar we een paar keer op in zullen rijden. Nou, ik denk bijna vaak trouwens. En dan heb je dus, Mafia 1 en 2, hè. Mafia 2, dat is eigenlijk een soort van vervolg, want Mafia 1 eindigt dat je met de hoofdpersoon dus van deze game eindigt dat hij heel oud is. En dan wordt hij gekild door twee gasten en dat zijn de hoofdpersonen van Mafia 2. Dus, als je het een beetje goed in je hoofd te nemen, dan snap je het wel, als je Mafia 2 hebt dan. Dus, ja. Yeah. Dus de hoofdpersoon trouwens. Cool gast. Heel stoer. Hij loopt. Kijk, hij loopt zo'n 3 treden naar beneden. Hop, hop, kijk. In één keer, hop, hop. Dat heeft wel skills op zich. En gaan even oversteken. Ja, goed. Kijk naar rechts en links. Ja, of links naar rechts. En dan keer naar links. Hoppa. Boom. Oké. Ga naar binnen. Boom. Wow, de graphics veranderen. Zagen we dat? Denk je die graphics? Best wel vet eigenlijk. Detective Norman, can I join you? Ja. Yeah. Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. Gabby. It's not my habit to sit with people like you. No, I got a business proposition for you, detective. I ain't no businessman.
And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. And I, on the other hand, for certain reasons, don't want... Your coffee, sir. Thank you. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. I think I know where you're coming from. You'll get a bullet in your head if you don't disappear quickly, right? That's not the only reason. Got any kids, Detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any wop crook. You should have thought about them kids before, cause I... Sure, sure. Listen, I don't want something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? Salieri! Damn well does! You got something in common with him? You can say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. If you protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. Enough to put him away for life. I ain't Santa Claus. If I go to the chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story. And all the deals I've worked on over the years. Okay. I've got time. And I'm listening. Oké, hij heeft een mooi overgehaald eigenlijk, of niet? Ja, best wel. Another you can't rehearse. Juist. Nou, dit is autumn 1930. Dit is de voor allemaal, dit is het voor allemaal gebeurd. Hij was dus een taxi driver, dus dat is... I used to be a taxi driver. Yeah. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time, and some other people were worse off than me. On the bounce on a bit of lush, huh? Pew 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 pew. It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place. Ah, dat is dom. One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. Boom! Sam! They got me! Damn it! Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate, rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on. Nee, lopen jongen. Ja, jongen, pak af heen. I mean. Where to? Anywhere. Fast. Hope you're damn fast. Faster than Sam here was. I burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter. Good. There, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. Laten we gaan. Oké, dit is de map. School. En we moeten oppassen, want... Hier gaan we dan. Eens kijken. Nee. Wow, ik ben al bijna dood, vet. Vet cool. Rustig. Oké, we gaan hier rechtsaf. Oké. De map vertelt dat we hier altijd rechtdoor kunnen. Ik hoop dat de map klopt. Nee. I don't wanna die. Maar ik ook niet. Ik ook niet die. We're finished. My taxi. Ja, mijn taxi, ja. Take this. Nee, ik wil dat niet taken. Oké. Dan gaan we dan. Mooi rondje draaien. Hoppa, geweldig. Ja, mooi. Nu. Kom op, is zijn auto nou sterker of zo? Mijn tekst is dat pro.
Shit! Ja, er is iemand gestorven, jongens. Jammer. Oké, Pauli died. Laten we het nog een keer doen. Hij is half kapot. We mogen sowieso nergens tegenaan knallen, want anders gaat die gast dood. Ik weet niet wie dat is, Sam of Pauli. Ik weet hun naam nog wel. Yes! Good work, brother. Now take us to Salieri's bar. I'll show you the way. Oké, okay, waar moeten we heen? Oh, dat stipje, of niet? Oké, okay. Dat is goed. Dan gaan we hier links, jongens. Of niet? Nou ja, dan zijn we dan ook een beetje dankbaar. Of niet? Jongens. Ach. Nou ja, heb ik alles denk ik voor niks gedaan. Heel oud is onder de kogelgaten. Zou ik daar gewoon even stond te pauzeren? Ja. Dat vind ik niet netjes van hun, hoor. Een beetje vreemde gasten. Het zijn ook gangsters, hè. Dus je weet nooit hoe betrouwbaar die zijn. Hopelijk geven ze nog wat geld terug of zo. Ja, dat zou mooi zijn. Aan de linkerkant bevindt zich zo de Salieri's bar. Oh ja, met de grote letter Salieri's bar. Bam. Hey, twee gasten. Finally, we're home. Yeah. Wait here, friend. Sam will get you a little something from Mr. Salieri. Yeah. Hey. Yeah. Thanks for your help. Ah, nou, ze zijn een beetje vriendelijk eigenlijk. Dat is wel. Dat is wel aardige mensen eigenlijk, ja, niet verwacht. Jeeh. Wat een dikke stek, die tijd er toe. Wat een vreemde gasten, maar ik weet niet dat ze betrouwbaar zijn. Zal ik wegrijden of blijven? Nou, ik ga me gewoon even roken. Wow, dat vuur, zo. Je dat alweer? Inderdaad, die komt me niet bekend voor eigenlijk. Huh? Shit, hè? Jongens, kijk je de andere kant op, ik vind jullie eng. Nou, wat een lekker wel vreemde gasten eigenlijk. Maar dan komen ze. Oh, het is nu bij mijn hartslag. Wat zou dat zijn? Is toch gewoon Sam of Pauli, wie dat ook maar is? Ja. Oh, dat zijn mijn Pauli. Of dat zijn mijn Pauli. Ja, dit is van mijn Sam. Ik weet het niet zeker. Nee, dit is Pauli. Ik weet zeker, dit is Pauli. Oh, hij haalt zijn haar eruit, jongens. Hé, hey, wat doet hij? Jongen, gewoon weg, 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 weg. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Pauli. Oh, myself, dit is Sam. Dit is Sam. For the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, of course. Thanks. Give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help. Because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. Okay. If you're interested, maybe we could find a job for you here. Yeah, that's obvious. And it would pay well. We always have positions for guys as good as you. Okay, okay. I'll think about it. Thanks, really thanks. I'd better go to fix the car and so on. All right. I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. Yeah. Take care, kid. Die gast heeft echt een cool stem. Right. Yeah, take care, kid. Yeah. Maar ik ben geen kid. Ik ben een jongen. Oké. Juist. I opened the envelope. I almost had a heart attack. It was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. Nee. I want to join some criminals. Jawel. They had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. Oké. Mensen, dit was de video weer voor vandaag. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, abonneer je boven en like hem eronder. En dan kun je hem ook aan je favorieten voegen en met iedereen delen. En dan zie ik je wel de volgende keer. Doei!